Jongens, het is toch prachtig. Het heeft weer eens gesneeuwd en nou is mijn eigen achtertuin is echt omgetoverd in een mooie fotostudio. Want hier valt weer heel veel te fotograferen. En ik doe dat even bij deze plant. Want op deze plant is ook sneeuw gevallen. En ik ga daar eerst een gewone foto van maken. En daarna ga ik daar met een macro-objectief een betere foto van maken. Wat meer spannend. En als we dat hebben gedaan, laat ik het verschil zien als je er nog eens een flitser bij haalt. Dus we gaan ook nog eens strobisten. Oké, ik ga nu deze plant fotograferen. En wat ik eigenlijk wil doen, is de structuur van de sneeuw fotograferen. 50 mm lens erop. En dan gaan we scherp stellen. Als hij dat een beetje wil doen, moet ik voldoende afstand houden. Oké. Eerste fotootje. Dan is hij een beetje te veel overbelicht. Ik schoot hem op een 4,5 diafragma. Dus ik ga hem toch maar iets onderbelichten. Oké. Nou heb ik hem hiervoor op scherp gesteld. Alleen wat ik nu wel krijg met sneeuwfoto's is dat hij wat blauwig lijkt. Ja, hij is behoorlijk blauwig. Ik haal hem van de automaat af, de witbalans. En ik zet hem op wolkje. Gaan we maar eens doen. Op wolkje. Ja, op wolkje. En dan weer dezelfde compositie. En in vergelijking met de andere foto is die alweer een stuk beter. We hebben de 50 mm vervangen door een macro-objectief van 80 mm. En ik heb er nog 1, 2, 3 tussenringen op gezet. Zodat ik echt heel precies en heel diep en heel groot dat sneeuw kan fotograferen. Nou, ik hoop dat je het een beetje kan zien. Ik ga dit gedeelte hier fotograferen. En ik probeer de structuur zo goed mogelijk te pakken. En ik fotografeer uiteraard op statief. Want de boel is anders niet stil te krijgen. Ik zie hier een leuk puntje. Ja, hier ook dat leuke puntje. Punt van het blad. Dat is mooi. En dan gaat hij scherp op de sneeuw. En dat moet een goede foto zijn. Die hou ik even vast. Ik heb een puntje van de sneeuw. Of een puntje van het blad. En daarbovenop de kristallen van de sneeuw. En dat is een hele aardige foto geworden. En ik denk al een stuk spannender dan de 50 mm foto. Oké, we gaan nu een stapje verder. En ik ga nu met een flitser de foto bijlichten. En ik heb er net al wat proefopnamen gemaakt. En eerst stond hij op TTL, maar dan gaf hij veel te veel licht. Dus ik heb mijn flitser op manual gezet. En uiteindelijk ben ik op een flits terechtgekomen van 1/64 van zijn vermogen. Dat kan je allemaal prima bijregelen. Ik begin altijd met een 1/8 en dan ga ik daarna, als die te licht is, ga ik naar een 1/16, een 1/32 en uiteindelijk ben ik op 1/64 van zijn flitsvermogen gekomen. Nou, als ik dat doe en ik hou mijn flitser onder het blad en ik heb weer datzelfde puntje van het blad en ik schiet hem, dan heb ik een prachtig resultaat. Echt een leuk resultaat. Nu nog even het toetje op de hele foto. Ik ga op deze flitser ga ik een filtertje zetten. En ik kies voor de kleur blauw. Want ja, blauw is toch de kleur van koel en koud. En die zet ik eromheen. En die blauwe kleur geeft net eventjes weer wat meer kouwigheid, wat meer dimensie aan mijn foto. Zetten we de flitser bijna onder. Kijk wat die goed is. En dan komt die hoor. Hopla. Prachtig. Prachtig, prachtig, prachtig.
Zo, dit was weer een fototip Tino. Macrostrobist, zo zullen we het maar noemen. Het was macrofotografie. En we hebben gefotografeerd met de flitser los van de camera. En dat noemen we altijd weer strobisten. Hey, ik hoop dat je er wat van hebt geleerd. En ik zou zeggen tot een volgende keer. En dan hoop ik dat het wat warmer is. Hey, tot de volgende keer. Hoi.